heeft slecht gegeten hoor, jullie dat heeft diarree in die auto. Het is met mannen, maar oud maken we echt weer een klein kindje. Ja, klopt. Hey jongens, welkom en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlogje. Vandaag zijn we op Schiphol, want we gaan naar Dubai. Mijn B-day trip, ben ik met Daf. Met Iden. Hey, zo, weet je. Heeft net zijn fles gedronken. En we zijn hier ook met een special guest. Daar komt ze hoor. Niemand minder dan Charlotte. Hij is eigenlijk ons oppas, maar hè. Ja. Ja. Wat gebracht. Mee. Ik ga om te werken naar Dubai en ik ga ook nog eens als nanny voor jullie mee. Oh, wat gezellig. Wat wil je nog meer? Gezellig belly. Wat vinden jullie van mijn nieuwe schoenen, jongens? I'm so very much in love. Oh, dit meen je niet. Wat? Dat meen je niet, jongens. Oh, je nieuwe auto. Ja, klaar. Ik kan ook echt niet eten. Ik ben net een klein kindje. Ik kom er ook nu pas achter. Ik ben blakka, joh. Kulas en blakka. Jeetje, nou dit moet ik even aanpassen hoor. Nou jongens, we zitten in het vliegtuig. Maar Char was een beetje chago, omdat de mensen nou zo tegen de arm gingen tikken. Ja, maar... Nou, daar zijn we in Dubai. Nou, dat zullen we niet uitgeladen, want... Met een baby heb ik toch wel meer koffers, hè? Ik heb het helemaal heet gekregen, joh. Oh, maar Iden heeft echt goed gedragen in het vliegtuig. Hij heeft alleen maar geslapen. Hij was lekker rustig. Hij heeft één keertje maar gehuild. En het is zo benauwd. Ik kan niet wachten om te douchen. Even op te frissen. Ja, mijn make-up zit nog best wel oké. Oh, dit hele ding uitklappen en in de auto. Nou, we waren bij een appartement, maar dan was het toch een tijdje smerig, dus we zijn niet weggegaan. En ja, ik heb zoveel honger, ik stink ook. We gaan nu naar een ander appartement. En dan... We gaan eerst eten. We gaan eerst eten, oh yes. Ik heb zin in een Marokkaans ontbijtje. Waar gaan we? Babyvakantie is toch echt zo zwaar. Ik was net. We hebben sowieso, nou, tenminste, ik heb sowieso 24 uur niet geslapen. En net waren we dus even ergens op een plek eten. Ja, sorry, ik heb zoveel niet gefilmd, want ik vind het echt heel zwaar met iedereen hier zijn. En ja, ik moest hem dus net verschonen. Hij had zijn hele broek vol gepoept. En op de vrouw wc zat gewoon geen verschoontafel. Dus ik dacht, hoe ga ik dit doen? Nou, ik kreeg echt even een mental breakdown. En het is hier dus 3 uur later. Dus hij heeft sowieso ook last van tijdverschil met eten en zo. Dus ja, spuug je gewoon zo op me. Als je niet zo klein was, hadden we nu echt ruzie gehad, hè, kleine jongen. Ik zie wat de bieb gaat. Oh, schatje. Hij stinkt naar zure koorts. Mijn haar zat niet vandaag. Het was echt een vreselijke dag. Dus ik hoop dat het morgen leuker gaat zijn. Ik ga even douchen, hè? Zure bom. Nou, ik ga vandaag niet meer filmen. Ik heb vandaag ook weinig gefilmd qua plekken waar we zijn gaan eten en zo. Dus ik hoop dat ik morgen wat meer kan filmen. Goedemorgen jongens, het is alweer een nieuwe dag.
En dit is mijn outfit of the day. Een shirtje van de H&M. En ja, ik ben niet echt voorbereid voor mijn schoenen, dus ik heb echt lelijke slippers. Maar ja, daar kijkt toch niemand naar. Maar het is dat soort outfit. Komt je outfit vandaan? Van de Pripiri. Van de Fashion Novas. Hocus Pocus. Nee, maar Boe was toch? Fashion Nova. Man. Okay. Broekjes van New Balance. En de schoenen zijn van New Balance. Vaak film ik jou en dan vragen mensen altijd van oké, leuk, maar waar komt de video's outfit vandaan? Dus misschien moeten we toch maar vaker. Ja, maar dan dragen mensen ook mijn outfit, dat wil ik niet. Daarom draag ik ze zojuist. Nee, grapje. Fashion Novas. Nu naar de auto. Oh, dat is hem. Ik dacht dat deze was. Dit is hem. En dit is heel de dag door. Nou jongens, ik heb dus iets gedaan. Die auto is zo verschrikkelijk hoog. Dus ik ben nog tegen mijn haakje aangekomen en nu gaat die deur niet dicht. Oh, mijn kind huilt. Maar wat een feest, joh. Wat een feest. Wat een feest. Wat een feest. Er komt ook heel de tijd een man. No parking, no parking. Ik krijg helemaal stress, joh. Dan zeg, parkeer hem even hier. Dan ga ik even naar de supermarkt. Nou, wat er in een paar minuten tijd kan gebeuren, hè. I'm outside in an AMG. Right outside. TT. Two-turn baby girl, you know me. Still with the dolls that I grew beside. All the niggas around me, right in it. Dan wil even naar Abu Dhabi rijden. Rijdt hij gewoon heel verkeerde kant op. Kijk waar we zijn, jongens, ik laat jullie even zien. We zijn Sharjah en Ayman, zijn we in de buurt. En in plaats van dat we hier naartoe gingen, Abu Dhabi, bij de moskee, zijn we beland in Sharjah. Zeg je dat ik altijd verkeerd navigeer? Ja, maar het schijnt dus dat er is een moskee hier dichtbij met dezelfde naam, alleen andere locatie. Dus ja. Dankjewel voor Lotte Pot. Nou, eentje met een baby. Dan gaat er zo uit de jongen. Nou, we waren dus net in een of andere steeg waar allemaal winkeltjes waren, maar ze vroegen echt gewoon 100 euro, 200 euro voor abaya's. En we gaan dus nu naar zoek naar Yves, volgens mij. Zoek naar Yves. Wat naïeve mensen is dat? En Terrein. En iedereen heeft dus op Snapchat gezegd dat ik daar naartoe moet gaan voor goedkope abaya's. Dus ik ben heel benieuwd hoe die abaya's daar eruit zien. En ik ga jullie gewoon gezellig meenemen. Met dank. Oh, hij heeft slecht gegeten hoor. Hoor jullie dat? Hij heeft diarree die auto. Doe even rustig. Ethan zit achterin. Hij heeft het gedronken. Alles er weer uit. Ja, doe even rustig. Scott ziet weer alles uit. Voor mij ben jij de gekste van ons twee. Ja. Volgens mij gooide hij een paar uur geleden nog een paar croissantjes naar mijn hoofd. Jij begon met gooien hoor. Is dat zo? Ja. Oh, dan gaat het helemaal goed met jou hoor. Ik vroeg aan Davina. Hebben er een getuige bij? Maar dat kunnen nee, zij hoorden het niet. Oh. Ik vroeg aan Davina, waar is die luiertas? En toen schreeuwde hij opeens tegen mij van ja, praat normaal tegen mij. Gorilla. Dus hij is gewoon een beetje, ja, borderline ben jij eigenlijk. Ja, precies. En toen begon hij zo met de croissant naar mijn hoofd te gooien, omdat hij vond dat ik te hard schreeuwde. Ja, niet normaal. Maar in ieder geval, we gaan dus doen zoek naar Yves en ik ga jullie gezellig meenemen. Zo, daar gaan we dan. Iedereen die slaapt. Echt, we hebben deze, gehaald. Hij is zo ideaal. Ik denk het die dek zit beneden, maar het is heet hier. Beneden? Ja, hieronder. Voor de zekerheid. Echt een geweldige kinderwagen.
Ja. Hij ligt er ook prachtig. Het is niet gesponsord helaas. Nee, het is twee druppels. Maar het is Jules Air. Echt amazeballs. Ja. Oh, wat zie ik hier nou? Zijn dat nippeltjes? Nou, de eerste beste winkel waar we binnenlopen. Black? Bij Soek Naïef. Heb ik mijn abaya al gevonden. Wauw, deze is echt zo mooi. Black Sebo. Deze is ook mooi hoor. We zijn nu echt in de abaya hemel. Oké, dit is dan 58. More. Hatse flat. Can you say hatse flat? Hatse flat. Can you say that? Yes, no problem. Can you say it then? This two, this can you say morning. It? Hatseplat. No, you have to say Hatseplat. Hatseplat. Oh mijn godjes jongens, we zijn net terug in het apartment en ik ben echt kapot. Het is gewoon 12:30 en we hebben gewoon niet door dat het zo laat is. Want je bent gewoon heel dag onderweg, je bent heel dag bezig. Maar we hebben even boodschap gedaan. Ik heb mijn favoriete jumbo's hier in de winkel gevonden. Dus morgenochtend als ik honger heb... Als je samen op vakantie bent, dan moet je altijd wachten tot mensen klaar zijn. Dus ja, als ik honger heb in de ochtend, eet ik gewoon dit. Ook even, ik ben zo blij dat ze deze hier hebben. In Nederland heb ik deze nog nooit gezien, van Hip. Zo'n papje, voor iedereen als hij wakker is. En ik had dus allemaal potjes gehaald bij de kruidvat. En ik dacht dat iedereen alles at, maar dit eet hij dus niet. Dus dat betekent dat het echt goor is. Nou... In ieder geval, iets waar ik me heel blij mee kan maken hier in Dubai, dat is... Nou, hier ga ik dus echt super goed op. Oh my god. Het staat ook gewoon zo netjes. Wacht even, mijn OCD kikt even in. Ik moet echt op het randje allemaal. Zo, tegen de rand aan. Ik heb dus zoveel mooie abaya's gehad bij Soek Naïef. Zo heet het volgens mij. Ja, nou in ieder geval... Ik heb zoveel mooie abaya's gehaald. Oh ja. Ik ga jullie gewoon even laten zien wat we allemaal hebben gehaald. Davinia zag dit pakje voor Eden voor in het vliegtuig. Het is ook echt heel lekker dik en zacht. Dus die wou die heel graag gaan voor Eden. Dus dit hebben we gehaald. En bestaat deze abaya's. Kost goed 20 à 30 euro. En ze zijn zo prachtig. Nou, als allereerst heb ik deze gehad. Deze abaya is echt prachtig. Ik ga ze morgen allemaal aandoen hoor, want mijn gezicht is not giving today. Oh, het ruikt echt naar plastic. Maar deze is echt prachtig. Nu moet ik nog even een zwarte jurk vinden om onder te dragen. Deze blauwe wil ik dragen in Abu Dhabi. Deze kleur is mooi hè. Kijk deze abaya, kijk die print. It's giving chic. Zo mooi, zo mooi. Ik kan niet wachten om deze te rocken. Deze ga ik echt morgen gelijk aan doen. Mooi. Ze hebben ook allemaal een mooie hoofddoek erbij. Alleen ik heb geen clipje volgens mij. Is dat... Oh, mooi deze kleur. Ik heb ook geen zin meer om mijn haar hier te doen, dus dan ga ik gewoon lekker zo naar buiten. Oh, ik zie er zo verkrekt uit, normaal. Ik ben nu even een papje aan het maken voor iedereen. Ik ga het nu even maken. Hopelijk vindt hij het lekker. Kom. Wat een kind, hè. Ik ga gewoon huilen omdat ik te langzaam doe. We hebben dus een strand onder bij ons appartement en dat is freaking nice. Ida vindt het echt gezellig buiten. Ida, we outside. We outside. Nou, ik heb per ongeluk Char de Red Bulltje omgetikt. Hierna heeft ze niet meer tegen hem gepraat. Sorry, hè? Ja. Ik heb het ook niet meer gepland om eigenlijk tegen te praten. Dit is ook het enige wat ik erover gezegd wil hebben. En nee, dat was het. Papa! Dit is voor outfit of the day, jongens. Abayaatje. We gaan nu even naar de haven. We hebben echt een paar dikke pika's gemaakt. Ik samen met Ida. Net zo goed met die interieur eigenlijk, toch? Ja, ja. Zo.
We zitten echt op een hele mooie spot. Hoe heet het hier? Downtown, toch? Mansour. Mansour. Hé, hey, wat is er daar? Sprinty? Nou, veel mensen op Snapchat vroegen waar het was. Dit is de naam. Mansour heet het. Echt een mooie view hier. Hulili, het hele mok. Wendlemok. Ik ga eten met mijn schatje. Die is weer gezellig op zijn telefoon. Wat is dat voor de prullenbakken? Ik ben aan het lopen in de downtown. Het is hier echt mooi met die lichtjes. Echt een vibe, hè? Het is een vibe, ja. It's is hier ook een Sephora, weet je dat? Ja, dat denk ik wel, ja. Dat denk ik. Ik ben mijn pinpas van vol. Als ik Sephora hoor, ben ik toevallig mijn pinpas vergeten thuis. Ik doe mijn best. Nou, kijk jongens, we zijn nu bij de Burj Khalifa. Ik ga jullie laten zien hoe groot die is. Kijk, we gaan nu naar boven, naar boven, naar boven, naar boven, naar boven. Naar boven. Hey, jochie. Oh, wacht, daar. Nee, wacht. Oh, deze is het, lol. Ik wilde gewoon het verkeerde gebouw te filmen. Oké, gewoon naar boven, naar boven, naar boven, naar boven. Wajo, deze gaat echt regelen van Mars. We gaan naar beneden, boom. Oh my god, is dat mijn knappe man? Oh my god. Iedereen is ook lekker aan het chillen. Laat hem even de Burj Khalifa. Die man is 6 maanden oud, we laten hem even de Burj Khalifa toe. Kan je nagaan. Dit is altijd wat, dat je zeg maar als kleine jongen denkt van, hey, als ik geld heb, ga ik sowieso mijn kind naar Dubai. En dan moet hij sowieso de Burj Khalifa. Nou, tenminste, wie heeft dat? Wie denkt dat? Nee, ik heb dat nog nooit gehad, nee, maar, als ik klein was. Je wel zeg maar... Ja, nee, precies. Ja. Altijd, ja, mooi nou, verhaal. Ik weet, de incensie ben ik even vergeten. Incensie? Precies wat ze. Oh. Je hoort me. Vorige keer had een video. Had hij een tekst gezet. In plaats van je wordt met open armen ontvangen, heeft hij gezet. Je wordt met warme handen. Je wordt met warme handen ontvangen. Oh, zo grappig. Nou, ja, wat een lolletje. Oh. Ziet er wel echt mooi uit hier. Kan iedereen nou lopen, joh. Kijk wel die gekken. Dus wat gaan we nu doen precies? We gaan naar Top Golf. Oh, leuk. Ik net als in Vonneke, die kon het balletje nog niet eens raken, maar misschien is dat vandaag anders. Ja, we gingen dus golven in Nederland. Nou, ik bak er echt helemaal niks van. En hoe zorgen jullie ervoor dat dit op je hoofd blijft zitten? Want het glijdt elke keer van mijn hoofd af. Maar ik draai eens hier voor eenmaal muziek. Nou, we waren dus net even uit eten bij een restaurant. En ik heb echt heel veel groentes gehaald. Maar die waren dus, ja, ik kreeg het niet op. Dus toen dacht ik ga gewoon vragen of ze het kunnen pureren. Voor Iden. En dat hebben ze dus gedaan. En Ieder vindt het echt super lekker. Er zit geen zout in gelukkig. Wel iets van kruiden, maar geen zout. Dus ja, prima. He loves it. En we zijn nu bij de Top Golf. Daar vind je dus even een mattie van hem halen. En dan gaan we daarna golven. Super gezellig. En morgen is mijn verjaardag. En ik moet echt even kijken welke outfit ik ga aandoen voor mijn verjaardag. Het moet wel goed uitzien on my birthday. En we gaan on a yacht. On my birthday. Nou, Ieder, gaan we weer even happy doen? Happy. Tjoeke, 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 tjoeke. Ah. Hij heeft trouwens net in de taxi helemaal ondergekotst. Ze ruikt nu naar een zure bom. Hebben jullie lila? Van die man af. Van
vandaag is het mijn birthday. Het is 31 januari. En we gaan straks op een boot. Alleen ik kom er gewoon echt niet uit qua outfit. Ik denk dat dit gewoon mijn bieden outfit wordt. We hebben ook een jetski. Alleen ik heb geen zwemkleren. Dus dat is een beetje dom. Dit is trouwens mijn haar. Het is dus een synthetische bruin. Ik besef hè. En het ziet er eigenlijk best wel goed uit voor synthetisch. Dus ja, that's the vibe of the day. Ja, ik denk dat dit hem gewoon wordt. We moeten wel eventjes strijken. Dan wordt dit gewoon de Nou, use the barber is mee. We gaan even hier op de boot knippen. Nou, we zijn bij Koekoe. En bij Koekoe kan je dus barbecuen hier zo. Het is echt gezellig. Het zijn de eerste hier in Dubai waar je zo kan barbecuen. Indoor barbecuen. Nou, dit is de auto voor vandaag, jongens. Dan ga ik hier rijden op mijn bidet. Een Lambo! Nou, wij zitten in de Lambo. Eigenlijk wou ik rijden, maar ik heb nooit in een Lambo gereden. Dus dacht ik, we straks even lesgeven. Lesgeven, Lambo rijden. Lambo-les. LL. Lambo-les. Lambo-les. Nu te boeken bij de 400 euro in Nederland. Hij is wel echt heel laag hoor. Heel laag. Ik denk in Nederland zou je echt niet overleven met die drempel. Oh, je filmt ook echt op een moment dat ik die bocht moet maken. Het gevaarlijkste moment eigenlijk in deze auto. Het gevaarlijkste moment van de dag. Ja, het is echt zo'n garage. Zal ik vragen of Joes daarin komt? Wat zei je nou? Je bent te groot voor deze auto. Ik ben te lang, kijk hier, mijn hoofd. Als ik hier gewoon recht wil zitten, zit ik met mijn hoofd in het dak. Dus ik zit steeds zo achter het stuur, kijk jongen, zo. Ja, maar jij zit altijd helemaal laag in die auto, dus dit is voor jou recht. Die Lambo geeft echt nek en rugpijn, man. Dat is een echt luxe probleem, hoor. Echt rugpijn, man. Ik zou deze auto echt niet... Ik zou hem wel willen hebben, maar... Ik zou een kussentje voor mijn rug kopen. We willen foto's maken en dan begint het gewoon te regenen. Hoe doen we dat, jongens? Ik weet niet wat het is met mannen, maar ouds maken echt weer een klein kindje. Ja, klopt. Ja. En weet je wat leuk is? Wanneer mensen bij het stoplicht oversteken en in één keer keihard gas geven. Dat is leuk. Dat schrikken mensen toch. Het klinkt ook echt kinderachtig. Ja, toch? Dat zijn wel... Dat outside in een AMG. Right outside. TT. Two turn baby girl, you know me. Still with the dolls that I grew beside. All the niggas around me, right in the dark. Gotta watch the time, cause it's flying right by. I'm outside in an AMG, right outside. TT, two turn baby girl, you know me. Who am I? All the niggas. Staan we dan? We hebben echt 4 uurtjes lang
2 uurtjes lang. 2 uur. Rondgereden en we hebben nergens gegeten. We hebben niks gedaan. We hebben alleen rondjes gereden. Op zoek naar een paar locaties om foto's te maken. Maar het regende. Met een paar plekken weggestuurd, was privéterrein. En nu zijn we alweer moe. Dan gaan we lekker naar bed. Ja. Dit was ook de vlog van vandaag kunnen afsluiten. Vond je deze video leuk? Vergeet niet te abonneren, te liken, subscriben, delen. En wie weet maak je kans op een shoptegoed van 100 euro. Ga je niet geven, hè? Waar was de shoptegoed dan? Doet veel. Jongens, voor gratis is het ook prima. Doe dat even. Shout out naar jullie. Veel liefde. Zien jullie snel.